Gerry Bischoff, met zo'n achternaam ga ik natuurlijk gelijk denken. Familie van de beroemde oliebollenbakker. Ja, dat klopt. Dat is ook helemaal waar. Want je bent zijn zus, hè? De zus van Sydney. Ja. En ook het muzikale talent in de genen, blijkbaar. Ja, zo blijkt wel zo. Dat ik net als mijn broer. En heeft Sydney jou ook een beetje meegenomen in de artiestenwereld om te laten zien hoe het werkt? Nou, in het begin ben ik wel vaak met hem mee geweest. Het is nou allemaal wat anders natuurlijk. We gaan allebei nou ons eigen weg verder erin. Dus allemaal super gegaan, ja. Nieuwe single is uit en daar gaat het heel goed mee. Ja, gaat heel goed. Allemaal leuke reacties van de mensen. En top, gewoon heel leuk. Ja. Het liedje is ontstaan, het is van een Duitse nummer. Is gecoverd, zeg maar. En ik vond het heel mooi om het te horen. En daarom heb ik gevraagd of ze daar wat mee konden doen. En zodoende is het ontstaan. Nou, we zijn alweer druk bezig voor een volgende nummer. Want ja, dit is nu al uit natuurlijk. En ben je volop aan het promoten. En dan ga je door voor, om niet stil te blijven zitten, hè. Het volgende nummer moet wel weer ook weer op de planken komen.